Ik had een mooiere jeugd kunnen hebben. Je was geen vrijheid, je kon niet vertellen wat je wou, je kon niet, nog niet eens zingen wat je wou. Dat noem ik afnemen van mijn jeugd. Ik kan niet zeggen dat de oorlog een kwaaie tijd geweest is, dat kan ik niet zeggen. Nee. Had u een hekel aan de Duitsers? Nou, non de ju. Dat zal niet zijn zeker. Nog steeds. Ik had geen ham en ik had geen kaas, dat was er niet. Dat was niks. Er waren toen allemaal arenboerkes, twee koeikjes, één verken, dag en nacht werken en ze tikten nog van armoe. Die vliegtuigen aankomen en ineens een hele harde knal ontzetten. En zo schoten ze de Willem II fabrieken kapot en de Hofnar schoten ze kapot. En, Ja, dat is moeilijk te omschrijven. Ja, het was angstig. Allemaal jonge jongens. Eén Duitse soldaat, ook een jonge jongen. Die heb ik dood horen gaan. En hij riep op zijn moetie. Maar het lag vol. Helemaal vol. Zo'n zwarte neger, we hadden nog nooit zwarte mensen gezien. En dan zo'n grote helm op, je wist niet wat je zag. En dan stopten ze en dan lachten ze en dan zagen we stel witte tanden. Onze pa schijnt rechtstreeks direct doodgeschoten te zijn. En Tegenbos die is in ieder geval ook ter plekke gestorven. Maar ze had in een week tijd, toen zei ze gewoon zwarte haar. En toen was in een week tijd gelijk wit. En dan weet het wel, hè. Er had daar achter nog een kippenhuksje staan. En er zaten dan 100 kippen in. En daar gingen ze dan smiddags heen. En dan bleef ze door een tijd. Want toen moest het uithuilen. Dan mogen de kinderen niet zien, hè. En toen schijnt één nog gezegd te hebben. Deze is nog niet dood. Het is een oorlogsmisdaad, hè. Dat is gewoon...